Het begon nog wel leuk. Ja, hij begon heel goed. Het was een hele goede goal. Ik denk ook dat is typisch waar onze kracht ligt. Voor een snelle combinatie met de drie voorste jongens en een hele goede goal. Ja, dat was ook eigenlijk de beste actie van de hele wedstrijd. Nou, vind ik niet. We hebben daarna nog een paar goede acties gecreëerd. Ik zelf moet denk minimaal 2 keer scoren. En dan ga je met een grotere voorsprong de rust in. Maar verder denk ik dat je gelijk hebt. De 2 delen vandaag. We geven niks weg. Dat is heel positief. Daar gaat het uiteindelijk om. Maar aan de andere kant waren we wel slordig en nog niet goed genoeg in balbezit. Ja, hoe komt dat eigenlijk? Heeft dat dan weer met dat systeem te maken? Of heeft het te maken dat jullie voor de eerste keer in dit systeem spelen? Nee, helemaal niet. Nee, we hebben ook zo getraind. Toen ging het beter? Ja, ik vond met name in de Portugal, de laatste training, ging het heel goed. Dus we zijn er wel stappen in het maken. Alleen vandaag... Tijdenwijlen waren we gewoon slordig. En je moet ook een beetje, met een beetje meer lef, een beetje meer durven voetballen ook van achteruit. En wat sneller de vrije mensen zoeken. Je moet ook niet vergeten, zij op een gegeven moment dwongen ze ons tot een lange bal. En dan moet je daar uitvechten. Ja, of moet je niet te veel waarde hechten aan dit soort wedstrijden? Is dat ook een beetje wat je dan moet zeggen? Nee, daar moet je heel veel waarde aan hechten. Maar als je dat dan doet, dan was dit gewoon niet goed. Nou, ben ik het niet met je eens. Want je geeft geen kans weg. Echt, je speelt gewoon op de nul. En daar gaat het uiteindelijk wel om. Wij hebben wel een bepaalde zekerheid nodig. En je ziet dat je hebt genoeg gecreëerd. Dat zeg ik. In de eerste helft moet ik er nog 2 maken. En dan staat het 3-0 met rust. Dus nee, ik ben het daar niet helemaal mee eens. Waar ik het wel mee eens ben, is dat we in balbezit, dat we daar soms, daar moeten we gewoon beter spelen. En daar maakten we vandaag te veel slordige fouten. Okay. Een moment met jou, jij vermoorde bijna iemand die achter op je Achillespees kwam. Ja, terecht, dacht ik. Dat was hard. Ja, dat was een dwaze actie. Je zit 2 weken voor een WK en alles leuk en aardig. Je kan fel spelen, maar dat is gewoon een donkerrode kaart. Ik moest er wel een beetje aan Van Basten denken. Die zegt altijd, zesde, zevende zintuig. Je moet altijd kijken wat er in je rug zit. En ik sprong hem omhoog. Ik zag hem aankomen. Ik legde hem weg op Wesley. En als ik niet spring, dan sta ik niet hier, denk ik. Nee, heb je dat ook even tegen de scheidsrechter verteld? Ja, nee, ik moest hem inhouden. Liefst sla ik hem echt tegen de grond. Maar dat moet je echt beheersen. Dat hoort ook bij de sport. Ik denk alleen maar, kom op, 2 weken het WK, wat een, nou ja. Ging jouw gedachte ook meteen weer terug naar 4 jaar geleden? Nee, dat niet, maar ik dacht wel. Bijna wel. Maar dat zijn acties, dat kan je gewoon een WK kosten. En ik vind, ondanks dat het een oefenwedstrijd is, moet je hem er gewoon afsturen. Ik bedoel, dat hoort niet in mijn voetbalveld thuis. Is dat dan de winst van vanavond, dat je heel bent gebleven? Ja, ik vind dat er nog wel meer positieve punten zijn, hoor, vanavond. Wat zou die bondscoach nou zeggen dan? Ik denk dat hij het met mij eens is, uiteraard. Ik ben bang voor wel. Ja.